Lieve mensen, ik ga vandaag uit het vliegtuig springen. Dat doe ik niet alleen. Ik ga namelijk een vreemde meevragen om ook uit het vliegtuig te springen. Ik weet niet hoe lang het al op mijn bucketlist staat om een keer te gaan skydiven. En die man met wie ik het geregeld heb, die zei, gaan we gewoon op de allerhoogste hoogte en camera-opnames, et cetera. En wat het dus tof is, ik mag dadelijk dus gewoon iemand van de straat gaan plukken die ik nog niet ken, om mee te gaan. Zo, als ze dan dichterbij komt, je ziet al die vliegtuigjes en zo, dan begint die spanning toch wel een beetje omhoog te komen. Dat je denkt, oef. Ja. Oké, Lot, de cameraman ligt nog te slapen. We hebben gisteren een biertje gedronken, maar hij weet nog niet dat we zo over een uurtje al moeten gaan. Yo, over een uurtje is de reservering en dan moet ik dus iemand hebben. Dus ga je mee? Ja, kom op. We hebben 3 biertjes gedronken. Ja. Lot heeft er duidelijk net zoveel zin in als ik. We gaan dadelijk gewoon even lopen naar mensen die hier zo op de camping zitten te chillen. En dan gaan we gewoon vragen of iemand mee wil. Let's go. Ja. Hi. Mag ik iets vragen? Heeft een van jullie wel eens van shoot gesprongen? Die heb van Steen Kein Hollandisch. Ah, die Steen Kein Hollandisch. Ah, goed. Ja. Mag ik iets vragen? Heeft een van jullie, heb jij wel eens parachute gesprongen? Nee. Zou je dat leuk vinden? Nee. Nee? Geen behoefte aan, ja. Totaal niet. Hi, mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Jij mag alles vragen. Heb je wel eens parachute gesprongen? Nee. Zou je dat leuk vinden? Ja. Ja? Heb je het op je bucketlist staan of zo? Nee, of, het mag niet van mijn vrouw. Het mag niet van je vrouw? Nee, en ik mag niet meer nu van mijn vrouw. Dus. Oh, wat jammer. Ja. Oké. Ja? Punt. Ja, dat is goed. Doeg. Heb je wel eens parachute gesprongen? Nee. Zou je dat leuk vinden? Nee. Morgen, alles goed? Ja, lekker. Wat ben je aan het doen? TikTok had opnemen. Kijk eens, mag je zien? Het is wel vet. Ja. Ja. Ja, dit is eigenlijk te gewoon te ideaal of zo, toch? Heb jij wel eens parachute gesprongen? Nee. Nee? Nee. Zou je dat vet vinden? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Staat het op je bucketlist toevallig? Ja, dat wil ik wel best een keer doen, ja. Ja? Oké. Okay. Ga je dan nu mee? Want we hebben een reservering over 20 minuten. Doe ik mee in parachute? Over 2 minuten? Over 20 minuten? Nee, dat ga ik niet. Shit. Hè? Huh? Dat kan niet? Kan niet. Waarom niet? Oh. Heb je iets te doen ofzo? Ja, wij betalen. Waarom dan? Ik maak een video over gewoon het aangaan van je angsten en dingen doen, spontaan ja zeggen tegen het leven. Dus ja, ik mag gewoon een vreemde meenemen om te gaan parachute springen. Nou, moeder vond het iets minder goed idee. Ja, grappig hoe dat dan ineens kan gaan ofzo. Ja. Ja, dus we hebben echt allerlei verschillende soorten mensen en ineens komt er zo'n guy gewoon uit het niets, zeg maar. Echt bizar. Ja. Hoe heet je eigenlijk? Surapon. Yo man, ik ben Marijn. Leuk te ontmoeten man. Heb je een beetje hoogtevrees? Nee? Oh, je bent gewoon angstloos. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar... Heb je nog laatste woorden voordat je sterft? Help. Ik had dan maar hopen dat ze de parachute goed vastmaken. Goed. Spannend. Ja, vind je het spannend? Oh yeah. Are you ready? I'm ready, boy. Oh, nu heb ik echt zin in, jongen. Een tijdje terug zag ik een video van jongens die vreemdelingen meevroegen om parachute te springen. Ik dacht, wow, hoe tof zou het zijn als je dit als werk hebt. Dus belde ik in een spontane bui een skydive centrum om een plan voor te leggen. Ze zeiden ja, en toen moest ik het nog gaan doen ook. En daar zit je dan, in een vliegtuig, je leven te overdenken. Omdat je vanaf 4 kilometer naar beneden gaat vallen. Ik vroeg me af of ik tevreden zou zijn als dit het einde was. Of ik de juiste keuzes had gemaakt. En of ik iets moois had achtergelaten. En hoewel ik ook mijn fouten maak, kwam ik gelukkig tot de conclusie dat het antwoord ja is. Juist door de dingen te doen die ik spannend vind, creëer ik herinneringen die me het meeste bijblijven. En zo heeft iedereen wel dromen. Toch stellen we die dingen uit tot later en hopen dat iemand anders ons een zetje geeft. Maar het leven is veel te kort om te wachten. Ik wil dat later terughalen naar nu. Je via deze video dat setje geven om te doen wat je spannend vindt. Of je nu wilt skydiven, een bedrijf wilt beginnen, je liefde wilt verklaren. Wat het ook is, de eerste stap hoeft niet groot te zijn. Je hoeft hem alleen maar te zetten. Yo man! Ah, gelukkig! Hoe was het? Echt geweldig! Ja? Ja, ja. Het uitzicht en zo. Blij dat je nog leeft. Ja, geen enkel moment dacht ik zo van was eng. Nee? Echt niks. Ook niet over het randje heen. Ook niet over het randje heen. My boy! Hallo! You're alive! Hoe was het? Ja, good man! Heel sick om zo te vallen gewoon. Dat is echt, echt heel vet. Surapon komt hier man!
Zo, nou lieve mensen, dat was de dag. Het was voor mij ook een groot avontuur van ga ik de juiste persoon vinden om mee te springen? Gaat het allemaal lukken? Ja, maar het is gewoon wel het leven aangaan en gewoon dit soort dingen proberen en experimenteren en gewoon het soms verkloten of niet. En in ieder geval niet die angst laten leiden, want wat me het meeste bijgebleven is dat die moeder zei ook van ja, hier gaan we het gewoon nog de komende zoveel jaar over hebben. En ik denk dat het echt zo is. Ik vond het best lastig, maar ik ben wel blij dat ik ja heb gezegd. Ja, hier gaan we het gewoon nog 100 jaar over hebben. Het is natuurlijk super vet dat ik van mijn bucketlist heb kunnen afstrepen om gewoon een keer te gaan skydiven. Maar wat ik nog eigenlijk veel vetter vond, was gewoon dat ik iemand anders die ervaring heb kunnen geven. Dat delen of zo, dat brengt misschien nog wel veel meer dan het zelf ervaren. Dat vind ik gewoon echt, dat vond ik heel bijzonder om vandaag te merken. Nou ja, dit was mijn conclusie eigenlijk. Dus, weet je niet wat je aan iemand voor zijn verjaardag moet geven? Geef dan. Bijvoorbeeld. Een boekenbon. Een boekenbon.